Hier creatieve stad. Den Haag is gek met zijn creatieve stad en dat wil ik zo bedoelen. Den Haag is trots op zijn creatieve stad en niet alleen die mensen die daaraan meedoen, maar ook die enorme vliegwielactiviteit die dat heeft. Wij hebben niet voor niks sinds 2005 het specifieke beleid om programma Creatieve Stad verder en verder uit te werken. We hebben ook sinds enige tijd creatieve ambassadeurs. We hebben hier een creatieve ambassadeur, Howard Lee. Spreekt al een beetje Nederlands, in ieder geval hallo. Nee, Howard Lee is een van de leading mensen ter wereld uit de gaming-industrie. En die zit toch weer even in Den Haag. Ik vind dat wel heel bijzonder.